Hoe wonderschoon die is. Nou, lieve vrienden, daar ligt de kipfilet in de pan. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik zie er niet uit, want ik heb helemaal niks op. Ik heb mijn wenkbrauwen schoongemaakt. Maar ik ga eerst met de hondjes uit en de rest komt zo wel. Maar ik wens jullie als eerste natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Die moeten er heel nodig uit, logisch. Ik heb de wasmachine alweer draaien, want Elwin die was gisteravond niet in orde. Ze had een diarree de hele dag al en ze had gisteren overgegeven. Dus ja, dat had ze in de mand gedaan. Dus ze kon het hele mikmakkie schoonmaken en boenen en doen. Dat ik denk, ja, dat heb ik weer. Maar ik wil vandaag mijn haartjes weer doen en mijn wenkbrauwen weer fatsoeneren. En dan zien we wel weer hoe het ruilt en zeilen gaat. Ook wil ik proberen dat ik de keuken weer een beurt kan geven. Er staat weer een soortje afwas voor de vaatwasser klaar. Maar dat komt wel goed. Ja, nou zien jullie mij naturel. Ja, mijn haar dat moet paars blijven hoor. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik wil het weer even wassen, want het is vettig. Dus ja, het moet gewassen worden. En dan zien we wel weer verder. En misschien dat ik nog wel even een beetje paars erbij in doe. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, mijn wenkbrauwen gaan ook weer eraan geloven. Even weer opnieuw doen. En dan zien we het wel. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga nou eerst mijn lieve meisjes even uitlaten. Ja, het was er net even heerlijk wakker worden, want ze waren best een beetje zo lief, zo aandoenlijk. En dus ja, maar ik zou zeggen, de grote zit hier nou te piepen, Elwin. Dus we gaan er vandoor. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer. Ja, ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik heb me dus gepoedeld, dat zien jullie, weer netjes alles gemaakt. Ik heb ook hier de boel weer netjes, ja, en mijn plant, oh die wordt zo mooi. Oeh, dat schrik jullie mee. Ja, kijk eens, hoe wonderschoon die is. Auw. Mooi hè? Zo beautiful. Ja. En die zeg ik. Ja, maar stelen, dat moeten jullie buiten doen. Waarom gaan we dat niet buiten doen? Hallo, dames. Moeten we naar buiten? Hallo? Zo dan. Ja, een rijke ezel snel. Nou ja, laat maar even gaan. Ook draait de vaatwasser, dus de aanrecht is ook mooi schoon. En ik ga iets klaarmaken wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En de kip had ik gisteren al uit de koelkast gevangen, uit de vriezer gehaald. En dat zit nu hier al in. In deze pan, wat is ontdooid. Dan heb ik twee pakken. En dat behoort eigenlijk met rijst gemaakt te worden, maar ik heb geen rijst. Ik heb ook geen zin om naar de winkel nog te gaan. Maar ik kan ook met bami of macaroni. Ja, kan allemaal. En ik weet even nog niet wat ik wil. Ik denk dat ik die wel voor de rijst behoud. En dat is groene curry.
En ik heb curry madras. Ik heb er ook met bami, dacht ik. Ja, dus ik neem denk ik deze. Met die boemkool erbij in. Ja, dat gaat ook. Weet ik, ik moet nog even verder lezen, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ja, we zien wel. Ja toch? Ik ga het eerst lezen, als ik ergens bij je halverwege ben, dan haal ik jullie erbij. Is dat oké? Okay? Ik dacht het wel, hè. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks dan maar weer. Ik ga aan het kokerellen. Ze zeggen, we zien elkaar zo meteen. Nou, lieve vrienden, daar ligt de kipfilet in de pan. Met een rode schippertje erdoorheen. Want ja, die pan moet ik eigenlijk vasthouden, want die staat te dansen. Zoals jullie al licht voorzien. Daar is bloemkool. Daar is de rest van de tomaten en paprika en rode peper. Ik had kipfilet dus erdoorheen. De water staat al op, tenminste heb ik net weer uitgedaan. Ik doe er geen bami doorheen, maar macaroni. Wat had ik er nog meer bij? Ja, dit zakje moet er nog doorheen. Dat moet ik nog lezen, maar ik heb hier limoensap. Moet er ook doorheen, geloof ik. Weet ik veel wat. Maar ja, ik zit lekker aan een biertje erbij. Lekker moet kunnen. Ja. En ja, nou, dit gaat ook goed. Dus ja, ga ik eventjes. Moet op hoog vuur, werd er gezegd. Dus ik ga me er even mee bemoeien. En die ligt daar te slobberen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Ik heb het klaar, zoals jullie dat zien. En het ziet er overheerlijk uit en het smaakt toch lekker. Ik heb al voorgeproefd een beetje. Ook deze dame en die dame heeft wat macaroni gehad. Want ik had dus over je, ik kook meestal te veel van die macaroni, maar dat heb je met een heleboel dingen, kook je altijd te veel. Want dat beetje wat je er in de pan gooit, dat wordt veel meer dan, dan wat je erin gooit. En uiteraard een bak koffie, maar ik heb nog steeds een biertje staan, dus dat drink ik eerst op. Ja, 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 ja. Dus dat doen we allemaal en komt helemaal goed. Ik heb de televisie al aan, lekker nog het geluid even zacht, omdat ik jullie erbij pakte. Maar met deze bot overheerlijke eten wens ik jullie ook allemaal een smakelijk eten toe. Bon appetit, prutjes, prutjes zeg ik altijd, met een drankje erbij. En ja, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. Voor later op de avond wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen maandag gezond weer uit je bed zien te komen. Morgen weer een gewone werkdag. Dus ja, van alles en nog wat weer te doen. En ja, de keuken is ook alweer een troep. Die hakschoen, maar het is alweer een dikke bende. Ja, 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 moet ik ook straks weer mee aan de gang. En ja, kijken of ik het nog kan afwassen allemaal. Dus ja, tenminste in de vaatwasser. Maar dat merken we dan wel weer. Ja. En de pannen die staan nog op de grond van de macaroni voor de hondjes. Die hadden dat daarom in. Nou, ze hebben ook ander eten. Dus ja, ze zijn goed verwend. Ja, nou ja, een pan. Een heleboel bende. Ja, een heleboel bende. Ik moet dat allemaal nog weer schoonmaken en zien hoe en wat. Hé, ja nou? Ziet je er mooi? Ja, het ruikt lekker, hè? Jo, het ruikt overheerlijk. Ja. Ik heb het nog nooit van mijn leven zelf gehad. Ook niet met rijst. Ik heb het ook zelf nog nooit klaargemaakt dan vandaag voor het eerst. Ja. En wat zeggen we dan? Dag allemaal. Tot de volgende keer.